allemaal. Hopelijk gaat alles goed met jullie. Jullie hebben ondertussen ook kunnen lezen hoe het met de leerkrachten Nederlands van het tweede jaar gaat. Mevrouw Lozen is ondertussen bevallen van een flinke lieve dochter. En mevrouw Leenaars en ik, we kunnen ons ook wel bezighouden. Niet alleen met de kindjes en met de hond en met dingen thuis, maar ook met leerstofonderdelen voor te bereiden voor jullie. En instructiefilmpjes te maken. En dat brengt ons dus bij het onderwerp van deze week. En dat is les 31, het verband oorzaak-gevolg. Jullie vinden dat ook terug in je werkboek bij deel 7. En dat is van pagina 234 tot en met pagina 239. Nu, wat gaan we in deze les leren? We doen er nog een tekstverband bij. Jullie hebben al het opsommend en het chronologisch tekstverband gezien. Vorige week heeft mevrouw Leenaars jullie het vergelijkend tekstverband uitgelegd. En deze week doen we er dus nog eentje bij. Dat is dus het tekstverband oorzaak-gevolg met de bijbehorende signaalwoorden. Nu gaan we onze voorbeeldzinnen er even terug bij halen. Voilà. En gaan we elke zin van dichtbij bekijken. We gaan uit elke zin de oorzaak en het gevolg halen en ook kijken welk signaalwoord dat verband aangeeft. Als we naar de eerste zin kijken. Mevrouw Loze krijgt nu wat minder nachtrust omdat haar schattige dochter Silou 's nachts ook honger heeft. De oorzaak hier in deze zin is dat de dochter van mevrouw Loze Silou 's nachts honger heeft. Het gevolg daarvan is dat mevrouw Loze wat minder nachtrust krijgt. Het signaalwoord dat dit verband aangeeft is omdat. Bij de tweede zin. Mevrouw Leenaars moest geen examens verbeteren, daardoor kon ze lange wandelingen maken met haar hond Kasper. De oorzaak is dat mevrouw Leenaars geen examens moest verbeteren. Het gevolg daarvan was dat ze lange wandelingen kon maken met haar hond. Het signaalwoord in deze zin dat dat verband aangeeft is daardoor. En tot slot, ik zorg ook voor de kinderen van mijn zus, want mijn zus werkt in het ziekenhuis en kan dus niet thuis blijven. De oorzaak is dat mijn zus in het ziekenhuis werkt. En dan heb je eigenlijk twee gevolgen in deze zin. Ten eerste, daardoor kan mijn zus dus niet thuis blijven. En daardoor let ik dus op haar kinderen. Je hebt in deze zin dus ook twee signaalwoorden. Je hebt want en daarbij heb je ook nog dus. Als we dit dus allemaal in een beetje theorie gieten, dan krijgen we het volgende. Dus, als je een tekstverband oorzaak-gevolg hebt, dan wil de schrijver eigenlijk de oorzaken en of de gevolgen van iets weergeven. We noemen dat ook wel het oorzakelijk verband, dus hij wil dat verband tussen twee feiten en gebeurtenissen aantonen. De belangrijke signaalwoorden hierbij zijn daarom, daardoor, omdat, want, met als resultaat, dus, zodat, als gevolg hiervan, hangt samen met, en er zijn er natuurlijk ook nog andere. Nog een voorbeeldje hierbij. Het coronavirus is heel besmettelijk, daardoor is er nu geen les op school. De oorzaak is dus dat het coronavirus besmettelijk is. Het gevolg daarvan is dat er geen les op school is. En het signaalwoord dat dit verband aangeeft is in deze zin dus daardoor. Je vindt deze theorie ook terug in je werkboek op pagina 236 in de groene kader. Voilà, dat was eigenlijk al de theorie en de uitleg. Nu is het aan jullie om aan de slag te gaan in jullie werkboek. Je vindt dat vanaf pagina 234 tot en met pagina 239. Je ziet hier een overzichtje van de oefeningen die je wel moet maken, maar we hebben er ook bij gezet welke je niet moet maken. Daar mag je dus een nulletje aan zetten. Hier en daar hebben we er ook nog wat extra uitleg of een tip bij gezet. Als je de oefeningen in het werkboek gemaakt hebt, vergeet dan zeker niet de extra oefening te maken. Dat is een herhalingsoefening op de tekstverbanden die we tot nu toe gezien hebben. De uitleg over deze extra oefening vind je bij de taak in Smart School. Nu, moesten er nog vragen zijn of is er iets niet duidelijk, dan zie of hoor ik jou bij het live moment. En in ieder geval veel succes en tot de volgende keer. Dag!